ja hoor. Ik ben Gerda Kievitsbos. Ik ben boerendochter. Ik ben geboren en getogen in Raalte. En ik woon al 44 jaar in Almelo. Dus ik mag me echt een Almeloze noemen. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 zoons. En dat is wel zo'n beetje. Ik heb altijd als verpleegkundige gewerkt in de ZGT in Almelo. En de laatste 17 jaar van mijn carrière heb ik gewerkt als netwerkcoördinator palliatieve zorg. En ik heb in Twente een heel groot netwerk opgezet daarvoor. Nou, we zien denk ik allemaal dat het in Nederland niet goed gaat. Dat we echt van de ene crisis naar de andere gaan. Je kunt wel blijven opnoemen. Dit is de stikstofcrisis, dit is de wooncrisis. De pensioencrisis zeg ik dan maar eigenlijk. Hè? Want nu op dit moment zijn ze ook bezig de nieuwe pensioenwet te behandelen in de Eerste Kamer. En we hopen dat dat er niet doorkomt, want ook dat wordt weer een chaos. Dus, kijk maar naar de toeslagenschandaal. Groningen dat nog niet geholpen is. Door de stikstofcrisis staat het hele land op slot. En daar maak ik me ernstig zorgen over. En ik heb het idee dat de politiek meer bezig is met zichzelf dan met het algemeen belang. Niet alleen ik maak me zorgen, maar een hele grote groep burgers maakt zich zorgen over de toestand in Nederland. En we zijn eigenlijk niet een gewone politieke partij, maar een beweging van onderop, van het brede midden. En wij zeggen van het kan wel, want nu de politiek verschuilt zich vaak achter modellen. Of het mag niet door Europese regelgeving. Of het mag niet van de rechter. En wij hebben zoiets van, nou, als je echt wilt, dan kan wel. Want je moet je niet, als jij verantwoordelijkheid neemt, dan moet je je niet verschuilen achter regels. Maar dan moet je aanpakken. Het hele land zit op slot. De stikstofcrisis vinden wij een groot probleem. Nu ook wordt er weer vanuit de modellen gewerkt. En niet met mensen vanuit de praktijk. Die echt weten van nou, hoe kun je het natuurbeheer doen. Dus dan moet je ook echt kijken naar de praktijk. Dus de praktijkmensen worden er niet bij betrokken. Welke mensen hebben zich allemaal aangesloten bij Alliantie? Gewone mensen. Mensen met een baan. Met politieke ervaring, mensen zonder politieke ervaring. Ik heb ook geen politieke ervaringen, maar ik voel me wel geroepen om nu op te gaan staan en zelf het heft in hand te gaan nemen. En zo zijn er heel veel mensen. Dus dat zijn de mensen van Alliantie. U staat op de 13e plek op de lijst van Alliantie. Ja. Wat wil je bereiken als je gekozen wordt? Ja. Nou, in ieder geval het land van slot, dat we de stikstofcrisis aanpakken. Het nieuwe bestuurscultuur vinden we ook heel belangrijk. Want als je nu kijkt van in de politiek hoeveel belangen daar spelen. Kijk maar eens naar de pensioenwet bijvoorbeeld. Nu in de Senaat zitten ook mensen die straks moeten stemmen over de pensioenwet. Maar die hebben een betaalde functie bij een pensioenfonds. Dus die hebben daar belangen bij. Dus in hoeverre kun je onafhankelijk ook en echt voor het algemeen belang gaan stemmen.